Willem Holleder werd vanochtend van zijn bed gelicht en opgepakt voor de moord op Thomas van der Bijl en Kees Huidman. Hij wordt in ieder geval ervan verdacht om samen met anderen deze liquidaties ook te hebben gepleegd. Of in ieder geval de opdracht daartoe te hebben gegeven. En verder in het nieuws vandaag. Vanaf volgend jaar geen wilde dieren meer in het circus. En een groots aangepakt huwelijksaanzoek loopt volledig uit de hand. Goedenavond. Het OM aasde al heel lang op hem. Maar het lukte maar niet om bewijs te krijgen dat Willem Holleder opdrachtgever was van verschillende liquidaties. Zoals die op Cor van Hout, Kees Houtman, Thomas van der Bijl. Vandaag stonden ze dus op de stoep en pakten hem op. Die diengevers. Ja, ze denken nu dus blijkbaar wel bewijs te hebben? Klaarblijkelijk, ja. Kijk, het is natuurlijk geen verrassing helemaal. Het is niet uit de lucht komen vallen, deze arrestatie. Het is bekend dat justitie Holleder al jaren verdenkt van de betrokkenheid bij die liquidaties. Maar nu heeft Fred Ros, dat is een crimineel, een kroongetuige in het hoger beroep van het grote liquidatieproces, die heeft Holleder ervan beschuldigd betrokken te zijn geweest bij die liquidaties. En zijn verklaring ondersteunt een eerdere beschuldiging van een andere kroongetuige in datzelfde proces, Peter Laes. De naam is misschien wel bekend. Die zegt min of meer hetzelfde. Nou, die ene verklaring van Peter Laes, dat was niet genoeg. Maar nu ook Fred Ros over de brug is gekomen, zegt justitie, genoeg in handen te hebben om tot arrestatie over te gaan. We zijn niet onmiddellijk tot aanhouding overgegaan. We hebben eerst de verklaring geverifieerd. Dus er wordt er gekeken of het te rijmen is met andere bewijsmiddelen of simpele feiten. De verklaringen zijn natuurlijk heel uitgebreid. Dus dat wordt goed onderzocht en geverifieerd. Maar wij vinden nu dat op basis van wat er nu ligt, er voldoende is om aan te houden. Lidwien, waarom zou Holleder het eigenlijk hebben voorzien op Houtman en Van der Bijl? Nou, die Thomas van der Bijl, dat was een kroegbaas hier in Amsterdam. En van hem was in het criminele circuit bekend dat hij gesprekken voerde met de politie. En dat hij mogelijk belastende informatie over Holleder aan de politie ging vertellen. Dat zou een mogelijk motief geweest kunnen zijn. Kees Houtman, een vastgoedhandelaar die voor zijn huis is neergeschoten. Daarvan is bekend dat hij jarenlang door Holleder is afgeperst. En daarvan is Holleder uiteindelijk ook veroordeeld. Nou, wist Holleder ongetwijfeld dat het OM op hem aaste. Weet jij hoe hij gereageerd heeft? Wat we weten is dat hij de arrestatie vanmorgen heel rustig is verlopen. Hij is gewoon met een politiebusje opgepakt. Niet met heel veel bombarie binnengevallen of zo. Hij is gewoon zonder problemen ook met de politie meegegaan. En we hebben natuurlijk contact opgenomen met zijn advocaat, maar Holleder zit in beperking, zoals dat heet. Dat betekent dat hij geen contacten met de buitenwereld mag hebben, alleen met zijn advocaat. Maar het betekent ook dat zijn advocaat geen contact mag hebben over deze zaak met de media. Nou werd de 56-jarige Holleder bekend als een van de ontvoerders van Freddy Heineken en zijn chauffeur in 1983. Daarvoor kreeg hij 11 jaar cel. En na zijn vrijlating belandde hij opnieuw in het criminele circuit. Waar hij vooral in verband werd gebracht met afpersing en moord. In 2002 komt Holleder voor het eerst weer groot in het nieuws. Hij zou onder meer vastgoedhandelaar Willem Enstra afpersen. Die wordt in 2004 geliquideerd. Twee jaar later wordt Holleder opgepakt. Tijdens het proces krijgt hij last van zijn hart en moet hij worden geopereerd. Eind 2007 wordt hij alsnog veroordeeld tot 9 jaar voor het afpersen van Enstra en Kees Houtman. Begin 2012 komt Holleder weer vrij. Zijn naam valt intussen vaak in het lopende liquidatieproces. Justitie vermoedde toen al dat Holleder betrokken is geweest bij meerdere liquidaties, maar heeft dan, ook na verklaringen van kroongetuige Fred Ros, te weinig bewijs om hem dan aan te houden. Tot vandaag dus. Ik denk dat liquidatieproces, bijvoorbeeld maandag is daar weer een zitting van. Gaat het OM nou deze zaak van Holleder eraan toevoegen? Nee, dat gaat niet gebeuren. Als het zover komt dat Holleder voor de rechter komt, krijgt hij een apart, op zichzelf staand proces. Dankjewel, Lidwien. Wilde dieren mogen vanaf september volgend jaar niet meer in het circus optreden. Dat heeft staatssecretaris Dijksma vandaag bekendgemaakt. Het is een omstreden maatregel,
waar jaren over is gesproken. Maar het gaat er dus echt van komen. Dieren als honden, ganzen, ponies, dat mag nog wel. Maar tijgers, leeuwen, olifanten, niet meer. Dit is Booba, 39 jaar oud. Het zal zijn laatste kerstcircus worden bij Circus Vrijwald in Nijmegen. Circus is traditie. Circus is cultuur. En dan moeten dieren bij? Wilde dieren? Anders is het geen circus meer. Dan gaat u naar het variété, gaat u naar het theater. Wilde dieren kunnen in circussen hun natuurlijk gedrag niet vertonen. Het vele gereis en het feit dat ze soms zelfs aan de ketting vastliggen. Ja, dat weegt eigenlijk niet op tegen de traditie en het vermaak voor de mensen. Sharon, de 10-jarige dochter, treedt deze kerst met Booba op in het circus. De zebra's verdwijnen volgend jaar ook uit het circus. De dierentuinen daarentegen mogen alle dieren blijven houden. Ja, goed zo, puppy, goed zo. Andere ook nog? Ja, goed zo. Even een vraag stel ik dan. Kamelen mag wel, hè? Ja, de kamelen mag wel. Waarom is dat? Een kameel staat onder huisdieren in plaats van wilddieren, maar hetzelfde hoor. Paarden, honden, dat soort dieren, die mogen nog natuurlijk gewoon in circussen blijven. Het zou niet gebeuren. Het zou niet gebeuren. Het afscheid van Booba valt hier zwaar. Het is een stuk van ons. Jullie trekken een stuk uit het hart. Het verbond van circusdirecteuren maakt zich vooral zorgen over de opvang van de wilde dieren als het verbod is ingegaan. De branche is bang dat de dieren naar Oost-Europa verdwijnen, waar het toezicht op dierenwelzijn een stuk minder streng is dan in Nederland. Kerstmarkten zijn een miljoenenbusiness geworden. Die in Zuid-Limburg zijn een groot succes. En dus zijn veel steden er als de kippen bij om er ook een te organiseren. Zuid-Limburg verdient er ieder jaar 100 miljoen euro mee. Dat willen andere steden en regio's ook wel. Ook kerst is een beetje carnaval in Valkenburg. Maar het grote commerciële succes zijn de Mergelgrotten, waarin een kerstmarkt is ingericht. In 6 weken tijd brengt die 30 miljoen euro op. De 700 meter stalletjes staan altijd droog en het is altijd een behagelijke 14 graden in deze historische grotten. En het is zo indrukwekkend buitenlandse gasten komen uit Frankrijk, Denemarken, Noorwegen. En zelf vorig jaar is CNN hier geweest. Die was toch zo slim en om hierin te komen. En we zijn bij de 10 beste kerstmarkten van de wereld gekwalificeerd. Inderdaad, de hele wereld loopt hier rond. C'est pourquoi... Magique, c'est très beau. On a pas ça au Belgique. Als in der Grotte stattfindet und nicht auf dem normalen Weihnachtsmarkt mit Buden, ist es mal eine ganz andere Atmosphäre. I've never been into a cave market before. Okay, I've never even been into a cave. All right, so there you go. All right. You like it? Very much. Dit commerciële succes hebben ze in de rest van Nederland ook gezien. In 2011 waren er nog 37 kerstmarkten. Dit jaar zijn het er maar liefst 251. Het aantal bezoekers stijgt veel langzamer. Dat schommelt steeds rond de 3 miljoen. Toch gaat Den Haag het ook proberen. Voor het eerst dit jaar. Volgende week woensdag opent daar een kerstmarkt. Aan de Hofvijver. Moet hij concurreren met het zuiden een beetje? Ja, hij moet absoluut kunnen concurreren met het zuiden. Ik bedoel, hier in het westen hebben wij niet of nauwelijks kerstmarkt. Ja, in Dordrecht. Maar die heeft een heel ander karakter. Dus wij hopen echt dat we hier een hele mooie kerstmarkt neer kunnen zetten... waar mensen van heinde en ver naartoe gaan komen de komende jaren. In Valkenburg is dit geen wensdroom. Daar komen de toeristen met busladingen tegelijk op af. En we wollten mal holländisch in Weihnachtsmarkt sehen, ja? Hat's gefallen? Sehr gut. Nächstes Jahr wieder? Wir fahren jetzt nach Maastricht weiter. Nächstes Jahr wieder woanders. Den Haag zal nog zijn best moeten doen om deze dames binnen te halen. Het leek zo'n mooi en spectaculair idee. Een aanzoek vanuit een hoogwerker. Een man uit IJsselstein wilde vanochtend op die manier zijn vriendin ten huwelijk vragen. Het werd een klapper, maar niet helemaal op de manier zoals hij had gehoopt. De man wilde in een bakje over de daken worden gehesen om zijn vriendin, achter in de tuin, op spectaculaire wijze ten huwelijk te vragen. Maar het spektakel zat hem niet in het aanzoek zelf. De kraan raakte uit balans, kantelde en viel op het dak van de achterburen. In één keer zie ik die auto. Zie ik in één keer zo boep. En ik hoorde ineens een hoop geluiden en gedoe. Net of er een glasbak naar beneden kwam vallen. Ik zat nog een beetje te trillen op mijn benen, moet ik eerlijk zeggen. De bruidegom in spe wist net op tijd uit het bakje te springen. Het gezin dat hier woont heeft geluk gehad. De dochter sliep op zolder en was net beneden. Met 2 hulpkranen heeft het bedrijf geprobeerd de gekantelde kraan op te takelen.
En toen ging het voor een tweede keer mis. Is dit de nachtmerrie van elke kraanmachinist? Nou, dat denk ik niet. Ik zeg wel eens, als de kraanwagen omvalt, dan schep je hem vol en dan loop je verder. En met zo'n machine natuurlijk iets anders. Begin van de avond werden de bewoners van 36 huizen voor de zekerheid geëvacueerd en werd het nog eens geprobeerd. En deze keer ging het goed. En voor het geval u het zich afvraagt, de vrouw heeft ja gezegd en het stel is inmiddels op een geplande reis naar Parijs. De bewoners van 3 huizen kunnen voorlopig niet terug. Hun woning is te zwaar beschadigd. In het regeringscentrum van Noorwegen is geavanceerde spionageapparatuur gevonden. Daarmee kan al het telefoon- en dataverkeer worden afgeluisterd. Het is nog onduidelijk wie de apparatuur heeft geplaatst. De spionage werd aan het licht gebracht door de Noorse krant Aftenposten. De afluisterapparatuur werd gevonden in de buurt van het parlement, bij een aantal ministeries en het kantoor van de minister-president. Volgens Aftenposten zou er een buitenlandse inlichtingendienst achter kunnen zitten, maar bijvoorbeeld ook een criminele organisatie. Makelaar en televisiepresentator Harry Mens staat op een dodenlijst van de onderwereld. Dat schrijft de Telegraaf. De politie heeft een anonieme tip binnengekregen met concrete informatie over die lijst. Wie het op Mens heeft gemunt is niet duidelijk. Volgens een advocaat is er geen sprake van een zakelijk conflict. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben het peperdure medicijn tegen de ziekte van pompen nagemaakt. Normaal kost dat tussen de 400.000 en 700.000 euro per patiënt per jaar. In het radioprogramma Argos zeggen de Utrechtse wetenschappers dat ze het kunnen maken voor 4.000 euro. Ze gaan hun recept delen met apothekers. Hoe dat juridisch uitpakt is onduidelijk. Vrijwel alle huizen die waren getroffen door de gasstoring in Apeldoorn zijn weer aangesloten. Afgelopen zondag brak een waterleiding in de wijk Anklaar. Daardoor knapte ook de gasleiding ernaast. Ruim 500 huizen kwamen zonder gas te zitten. En netbeheerder Liander doet onderzoek naar de storingen en zoekt naar maatregelen om het in de toekomst te voorkomen. Zo ging het in 1963 in Washington. Een mars van de burgerrechtenbeweging onder leiding van Martin Luther King. Honderdduizenden mensen demonstreerden tegen rassenscheiding in de VS. King hield zijn befaamde I Have a Dream toespraak. Op diezelfde plek is er vandaag, ruim 50 jaar later, opnieuw een demonstratie. En weer gaat het over onrecht en discriminatie. Om excessief geweld van doorgaans blanke agenten tegen zwarten. De afgelopen tijd werden op verschillende plaatsen in de VS zwarte jongeren het slachtoffer van politiegeweld. En de agenten werden niet vervolgd. Bij de demonstratie is Wouter Zwart. Wouter, is de opkomst net zo groot als dat ze hadden gehoopt? Het is hier heel druk, het is hier zeer indrukwekkend, maar het zijn toch zeker niet hoor de honderdduizenden mensen zoals die er natuurlijk waren in 1963. Toen ontbrak het de zwarte Amerikanen natuurlijk aan de normaalste burgerrechten. Toen werd er echt gevochten voor de kern van vrijheid van gelijkheid. Nou, anno 2014 hebben zwarte Amerikanen die gelijkheid natuurlijk bij wet. Maar nu gaat het vooral om het onderhuidse racisme. Het feit dat je wordt opgepakt op straat om hoe je eruit ziet en niet om wat je hebt gedaan of wie je bent. Ja, staat nu dus tussen die mensen. Waar zit nou hun grootste woede en frustratie? Nou, daar gaat het met name om. En wat ik zeg, dat onderhuidse racisme. Het feit dat de politie zich hier in de strijd tegen criminaliteit van alles te veel eigenlijk lijkt te kunnen veroorloven. Vooral blanke politie lijkt zich te veel te kunnen veroorloven. En dat die mensen dan ook vervolgens niet vervolgd worden voor hun daden. Ja, dat geeft hier bij de mensen hier het gevoel van niet alleen een kapot systeem, maar gewoon puur, laat het maar zeggen, racisme. Are we here together? One voice, young, old, white, black, Latino, to say all of our lives matter. Een vreedzame demonstratie voor een allesbehalve vreedzaam probleem. En de opgekropte woede is dan ook duidelijk voelbaar tussen de duizenden demonstranten in het hart van Amerika's overheid. De plek dus om de grieven kenbaar te maken over een politieapparaat dat in de ogen van de mensen hier weg kan komen met moord. Want het arresteren en zelfs neerschieten van jonge zwarte mannen, simpelweg omdat de huidskleur bepaalt dat hij verdacht is en niet zijn daden, is onacceptabel.
Zoals de agenten die deze zomer de ongewapende John Crawford doodschoten in een supermarkt en daarvoor niet worden vervolgd. We want to hold these people accountable for taking lives and not protecting and serving lives. That's the oath that they took. Your son's life. My son's life. Absolutely. My son's life. How much do you miss him? Very much. Words can't even express. You know, if I was transparent, as I tell most people, if I was transparent, you wouldn't be able to stomach me. You know, because my insides are just obliterated. En vandaar dus al die demonstraties van de afgelopen tijd en die van vandaag, die grote demonstratie. Wouter, wat hopen ze nou dat het oplevert? Nou, ik denk dat de belangrijkste aanklacht hier dat hè, als het dan gebeurt dat politie in de fout gaat, dat het dan heel vreemd is dat hun collega's, dus andere lokale politie, het onderzoek leidt. Dat aanklagers met wie deze agenten iedere dag samenwerken dan over moeten gaan eventueel tot vervolging. Nou, dat werkt natuurlijk niet. Deze mensen zijn veel te sympathiek. Die zijn te bevooroordeeld over deze agenten. En dus komt zo'n vervolging er dus heel vaak niet van. Dat moet veranderen. Hier moet dat, dus, dat soort onderzoeken op nationaal niveau worden geleid, bijvoorbeeld door de FBI, en niet meer lokaal. Dat hoopt men hier in het hart van de politiek snel voor elkaar te krijgen. Wouter, dankjewel. De kaart van Nederland. Ja, zo kennen we hem. Maar zonder dijken zou ons land ongeveer een derde kleiner zijn en zou meer dan de helft van Nederland last hebben van water. Die dijken zijn zo vanzelfsprekend dat we soms vergeten dat ze er zijn. Maar nu is er het eerste naslagwerk dat het volledige stelsel van dijken laat zien. Een soort dijkenatlas, zeg maar. Belangrijk om ook in de toekomst droge voeten te houden. Er is meer dan 22.000 kilometer aan dammen en dijken in Nederland. Dat is de afstand van Amsterdam naar Sydney en dan nog een flink stuk verder. Nederland is dus doordrenkt van dijken, letterlijk en figuurlijk. We heten Van Dijk of Dijksma. We resideren op paleis Soestdijk en we luisteren naar muziek van De Dijk. Dijken beschermen ons niet alleen tegen het water, we hebben er ook plezier van. En pas als het misgaat, besteden we aandacht aan onze dijken. Wilnis, vlak onder Amsterdam, bij de Vinkeveense Plassen, werd vannacht getroffen door de dijkdoorbraak. 3 woonwijken liepen onder water en zo'n 2000 mensen werden uit hun huizen gehaald. We wanen ons in Nederland blijkbaar volkomen veilig achter onze dijken. Zo veilig dat we geen koffertje met kleren klaar hebben staan voor als het water komt. We hebben geen evacuatieplannen en we kennen geen overstromingsverzekeringen. We vinden het blijkbaar volkomen vanzelfsprekend dat de dijken het water tegenhouden. En met die vanzelfsprekendheid rekent het naslagwerk Dijken van Nederland af. Het boek gaat natuurlijk heel erg in op de verschillende type dijken die er zijn. Dat er niet één type dijk is, één grote groene muur, maar dat we heel veel verschillende soorten dijken hebben. Het zijn onze beste vrienden, ze houden het land droog. Maar dijken moet je ook blijvend onderhouden. Het bouwen aan dijken is nooit klaar. En als wij niet blijven bouwen, niet blijven verbeteren aan dijken, dan gaat het wellicht een keertje mis. En dan stromen delen van het land gewoon vol. Op het eiland van Dordrecht weten ze wat dat betekent. Vrijwel jaarlijks loopt het hier onder water. Droge voeten zijn hier geen vanzelfsprekendheid. Dus heeft de gemeente een projectmanager water aan het werk gezet. Als het nou misgaat, omdat het hier zo gevaarlijk ligt en met heel extreme situaties, waar kunnen we dan heen? Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we met z'n allen overleven? In Dordrecht worden nu dus wel evacuatieplannen opgesteld en vluchtroutes uitgestippeld, voor het geval dat. Al meer dan 60 jaar is er in Nederland niemand meer omgekomen bij een overstroming, dankzij de dijken. Maar vanzelfsprekend is dat dus niet. Nou Willemijn, dat is een lekkere natte boel. Dat klopt, maar er komt morgen in elk geval niks bij. Althans, overdag. Want in de nacht naar maandag, ja, dan gaat het wel regenen. Dat komt uit die bewolking die daar ligt. Dit was de situatie van vandaag. Van zo aan het begin van de middag. Nou, deze bewolking is allemaal wat meer aan het wegschuiven. Dat zien we ook goed als we naar de bewegende satellietbeelden kijken. Hier ligt ons land en we zien die bewolking steeds verder richting het zuidoosten wegtrekken. En dat betekent vannacht dat het oplaadt, het kan koud worden. Maar daar vertel ik u zo meteen wat meer over. Want we gaan eerst even naar de grote lijnen voor morgen in elk geval kijken. Wij zitten dus eerst in die opklaring en later vanuit het noordwesten gaat de bewolking weer toenemen. En uit die bewolking kan ook regen vallen. Maar ik verwacht de meeste neerslag echt pas in de nacht naar maandag. Wat er ook gaat gebeuren is dat deze lijnen allemaal steeds dichter bij elkaar komen te liggen boven ons land. En dat betekent dat de wind morgen in de loop van de dag ook flink gaat toenemen. Aan zee komt er een harde wind te staan, later in de loop van de dag dus. En bovendien gaat de wind ook wat draaien, komt morgen uit het zuidwesten. We gaan eerst kijken naar vannacht. Want met die opklaringen
En weinig wind in vooral het oosten en zuidoosten van het land. Kunnen daar mistbanken ontstaan. Temperatuur ligt om en nabij het vriespunt. En lokaal betekent dat dat het ook glad kan worden. Maar betekent ook nog wat anders voor de liefhebbers van sterrenkijken. Vanavond komen de Geminiden over. Zo'n mooie meteorenzwerm. Het is vrij helder, behalve dus daar op die plekken waar die mist gaat ontstaan. Helaas, dit is een foto uit 2012, gemaakt door Eddie Jeppe, van het internet gehaald. Maar dus vannacht is ook weer kans dat u dat ziet. Morgen overdag, op de plekken waar die mist ontstaan is, is de dag grijs of begint de dag grijs. Maar op andere plekken schijnt gewoon de zon, het is ook vrij rustig weer. Maar later gaat dus vanuit het noordwesten die bewolking toenemen en dan gaat de wind dus ook flink aantrekken. Morgen overdag is het een graad of 5 en die neerslag die valt dus vooral in de nacht naar maandag. Maandag overdag is het wat onstuimig weer, ook vrij veel wind. 7 graden, trekken geregeld buien over het land. Dinsdag is het even wat rustiger. En vanaf woensdag, ja, dan wordt het een echte natte boel, maar wel 10 graden. Het belangrijkste nieuws in dit NOS-journaal. Willem Holleder is opgepakt voor het geven van de opdracht voor 2 liquidaties. Het OM denkt genoeg bewijs te hebben door de verklaringen van kroongetuige Fred Ros. Straks om 10 uur is er Nieuwsuur op NPO 2. Heel fijne avond verder.